Kobe Goossens uit Tremelo Baal, hoe is de wedstrijd vandaag verlopen voor jou? Wel goed eigenlijk. Ik heb gehoord dat veel vijfde was. We kwamen te winnen, maar ik denk als je Remco zag rijden dat het heel moeilijk was. En, ja. De wedstrijd was bepalend uiteraard door de Quickstep en de lottoblokken, denk ik dan toch. Iets te kort geschoten vandaag? Ja, we hebben initiatief genomen, omdat we hadden veel vertrouwen in Tim en Phil. Dus ja, ik denk met de eerste aanval was Tim mee en dan uiteindelijk ja, het Quickstep daar wel overmacht. En dan hebben we ook proberen Remco terug te halen, ik en Jasper. Maar we kwamen kort en daarna weet ik niet echt meer wat er gebeurd is, maar ik denk dat veel vijfde was. Dus ik denk op zich, ja, Quickstep was sterker vandaag. Wat vind je van het parcours? Heel mooi denk ik. Niet makkelijk 2K parcours, hè? Nee, het is eigenlijk echt lastig. Ik denk, de bergjes op zich vallen misschien nog wel mee, maar gewoon de opeenvolging van de bergjes en ja, het gevecht daar naartoe maakt het super lastig. En dat gaat op 2K echt doorslaggevend zijn. Wie wordt wereldkampioen, Kobe? Wout van Aert. Oké. Okay.